32, dat is de hart in de Dijkse straat in Helmond. Maar als je netjes rijdt, gaan er centen in de spaarpot. Intussen al bijna 38 euro. Als je te hard rijdt, komt er niks bij. En wordt door middel van een rode duim die naar beneden staat, wordt aangegeven dat je zachter moet gaan rijden. Beneden de 30 moet houden. De meeste mensen die hier door die straat te hard rijden, zijn ook de mensen die hier in de buurt wonen. Ja, en dat is dus juist waar wij aan gaan werken als buurtpreventie. Om te zorgen dat dat omlaag gaat. Want de Dijkse straat lijkt soms wel een racebaan. Er werden hier snelheden bereikt van 86 km per uur. Zo hard werd er gereden. Kleine ongelukken, dat kinderen bijna aangereden worden. Of kinderen durven niet over te steken, dat je ze over helpt steken. Met dit digitale spaarvarken moet deze straat een stuk veiliger worden. En het geld is voor de buurt en daarmee wordt dit speelveldje opgeknapt. Gratis geld, dat zien ze in Helmond wel zitten. En dus helpen deze bewoners graag een handje mee. 1 keer per dag. Vandaag 2 keer. Maar ik zal het potje doen vullen samen met mijn mede bewoners die heel enthousiast zijn. It's a rich man's